De balansvloer in Kraamhokken voor Varkens is een innovatief ontwerp dat al verschillende jaren op de markt is. Het idee achter dit concept is een beweegbare vloer waardoor doodliggen van biggen door de moeder voor een groot deel kan worden voorkomen. Zodra de zeug gaat staan, raakt ze drie voelers en gaat de beweegbare vloer waar de zeug op staat met behulp van cilinders ongeveer 20 cm omhoog. De biggen kunnen de eerste kritische levensweek niet tot zeer moeizaam op dit plateau klimmen. Zodra de zeug weer gaat liggen, zakt de vloer geleidelijk naar beneden. Met name het moment dat de zeug gaat liggen, wordt het risico op doodliggen gereduceerd. In de eerste plaats wordt dierenwelzijn aanzienlijk verhoogd omdat het aantal biggen wat uitvalt door doodliggen met 80% gereduceerd wordt. Ook het risico op biggen die gedeeltelijk bekneld raken onder of door de moeder is lager. Zo blijven bijvoorbeeld klauwtjes van de biggen beter intact. Eventuele aanwezige pathogenen hebben hierdoor geen port d'entrée. Gevolg is dat diergezondheid verbetert en er minder antibioticum nodig is. Doordat meer biggen overleven, stijgen vanzelfsprekend ook de productiegegevens, zoals aantal gespeende biggen per zeug per jaar. Ook voor de veehouder zijn er voordelen. Doordat er minder risico op doodliggen is, kan de veehouder met een geruster gevoel de biggen bij de zeug houden. Ook ontstaat er tijd voor andere zaken doordat minder vitale biggen nu niet continu bewaakt hoeven te worden.